Ik ga kiezen voor Iteka omdat het in mijn eigen zo treffelijk en in mooi Friesk aanjouwt dat de libbesreis een uitdaging is voor alle mensen. En soms dan stel je je doelen, want dan wil ik dat en het doel en alleen nog maar het doel voor eigen. Maar om dat te komen, dat is de echte reis die alle mensen gaan moeten. Iteka is in de Griekse mythologie een begrip. Odysseus die komt er waar, dat is een eiland van de Griekse kust. En had hij in de Trojaanse oorlog meivochten. En dat hij Aaron is, dan gaat er op waar naar huis. Hij wil graag naar huis, dat is zijn doel. Maar hij docht dat zien hieroor. En dat thema is dus oordrachtelijk voor zelfs de libbesreis, Iteka. Als je de reis aangeeft naar Iteka, bid dat het een lange waai wordt. Vol avonturen, vol ondervindingen. Vrees je de lastrigonen en de kyklopen en de razende Poseidon net. Haar zilst onderwijs net moordje als die geest hechte houdt. Als een kostelijk gevoel die door ieren en zinnen gaat. De lastrigonen en de kyklopen en de razende Poseidon zilst net moordje als het haar net zelfs meesleept in die geest. Als die eigen geest haar net opropt. Bid dat het een lange waai wordt. Dat er zimmermannen bij de roes komen. Dat is maar wat een nocht, wat een geniet die onbekende havens bezielste. Dat is Phoenicische merken oondost. Om de treffelijke waar te keepjen. Parelmoer en koraal, barnstien en ebbenhout. En allerhande zinneprikjend roekersgwot. Safolle zinneprikjend roekersgwot als het krijgenkist. En dat gans Egyptische steden bereizigest om te leren en nog meer te leren van de wiezen der. Maar houd lieke goed altijd Iteka voor eigen. De aankomst der, dat is die bestemming. Maar jij die zelfs in geen geval op, lit de reis jeren en jeren door je, oontast, oud worden, ankerust op het eiland. Riek mij alles dat onderwijs gare hast en verwacht je geen jeften meer van Iteka. Iteka had hij de kostelijke reis jong, der zonder hiest hij neer op een paad wegen. Het had hij niet meer te bieden. Hoe sober het hij ik oondocht, Iteka had hij net verriefelen. Nou, sa wies worden best, sa riek on ondervinding, nou zils begrippen werd Iteka's dat tjenje. Als de geest hechte had, dat vind ik sa fantastisch uitdrukt om dat het zegt dat je je altijd bewust wezen moet van je weerden. Net met alle wien, met alle emoties, die geest, dat fundament in mensen, als die hechte hart nou, dan kan je alles doen. Ik koester dit gedicht zo dat ik het altijd bij me ga. In die in mijn tas en meerdere exemplaren. Dus ik hou van mensen en dan denk ik, nou, dat spreekt me zo misschien een oor ek en dan deel ik het uit. Oh ja, shit.